Heb je niet gehoord dat ze maar 20 tanks per maand produceren daar in Rusland? Die ze kunnen inzetten in Oekraïne? Ja, dat is niet veel. Maar ik begreep dat ook het Westen geplaagd werd door vrij beperkte industriële mogendheden. Met name de munitieproductie in de Verenigde Staten, die was ook weer te verschrikt in de Oekraïne. In een maand meer dan wat de Amerikanen in een jaar produceren. Omdat natuurlijk niemand had gerekend, dat is zo klaar als een klontje, met een nieuwe, enigszins ouderwetse oorlog in Europa. Maar Amerika is natuurlijk niet de enige aanvoerder van militaire spullen. Nee, maar ook de Duitsers kunnen hun Leopard productie. Dat is een heel ingewikkeld productieproces, dat voel je wel aan je water. Het ding weegt 65 ton en is voorzien van allerlei ongelooflijk leuke dikke dingetjes. Daar kun je niet zeggen, weet je wat we doen, we verdubbelen de productie. Nee, ja, dat kan wel, maar daar hebben we al, ik denk wel 2-3 jaar voor nodig voordat je zover bent. Bij auto's zal het, lopende bandproductie. Nee, dat gaat allemaal niet zo simpel natuurlijk. Wij denken altijd dat je hoeft maar met je vingers te knippen en dan gebeurt het. Maar de goede wil er maar is, dan